Ja, dat is in feite met alle zaken zo. Het schrijverswereldje is hard. In de poëzie is het bikkelhard. Je moet gewoon keihard werken en gedreven zijn om boven dat maaiglas uit te groeien. Ja, want zonder die gedrevenheid En red je het dus niet. zonder die gedrevenheid red je het niet. Ja. Maar je moet wel heel veel mee hebben, ja. En het is met vallen en opstaan. Ja, dat heeft u ondervonden? Ik zeg altijd, schilder is voor mij het blijven een worsteling. Ja. Ik moet nog zoveel leren ook. Dat is vaak bij kunstenaars, hè? Als ze iets willen, dat het vaak een worsteling is. Het is een worsteling, ja. Ja. Het is niet even gezellig, maar bezig zijn. Nee. Nou, de naam Mond, dat heb ik 15 jaar geleden eigenlijk ingevoerd. Jo van Egmond vond dat allemaal veel te veel. Te lang. En Mond, dat blijft meer hangen. Dus de signeringen op mijn doeken heb ik altijd daarna Mond opgeschreven. Maar het probleem is dat ik altijd onder de naam Joop van Egmond blijf bestaan. Dus wat heb ik nu gedaan? Nu signeer ik wel Mond, maar ik zeg altijd Joop van Egmond en tussen haakjes Mond. Ja. Dus dat werkt beter. Ja. Ja, daar zien we wat beelden. U heeft ook gewerkt, en die gaan we zo zien, met echte Chinese penselen, hè? Ja, dat klopt. Die zien ik we nu? Vooral mijn aquarellen heb ik met Chinese penselen gedaan. Ja? Ja. Zien we? Dit zijn olieverven. Ja? Ja, en ik zeg altijd, ik ben eventjes nu netjes gaan schilderen, want over het algemeen ben ik abstract. Ja, u bent een abstracte schilder. Zien we hier dan de echte Joop van Egmond, of...? Ik heb vele kanten, denk ik. Ja? Dat zal het zijn, ja. Ja. Veel tekeningen of aquarellen? Maar mijn basis is natuurlijk mijn tekenen. Ja. Ik heb altijd mijn hele leven getekend. En waar ik ook kwam, altijd mijn schetsboeken Kijk bij maar, me. Wat een prachtige gezicht, hè? Ja, deze man, dat was in een bergdorpje. Je ziet aan de gezichten, deze dan niet, maar die ervoor. Was een beetje Tibetaans gezicht, heeft hij. En machtig, machtig mooi om daar te zijn in die bergdorpjes. Ja. De bevolking is ook ongelooflijk vriendelijk. Men zegt wel eens het gele gevaar. Nee, ik zeg dat het zijn de vriendelijkste mensen op de wereld, de Chinezen. Maar er zijn er ontzettend veel. 1,4 miljard mensen. 1,4 miljard? Ja. China is een ongelooflijk boeiend land. Ongelooflijk boeiend. Ik kan er echt dagen over vertellen. Je moet niet vergeten dat als je door China reist, betekent dat je door een land reist waar 1,7 miljoen jaar geleden al mensen woonden. Wij praten over 1000 jaar Rijnsburg, 1043 geloof ik, hè? Ja, Rijnsburg. Dat vinden we al heel wat. Maar China... 1075 was het volgens mij. 1043 dacht ik. Maar, gaan we niet maken, maar China... Dat is de eerste mensen die er waren, de Lanshan noem je die, ik weet niet of ik het goed uitspreek, die leefden daar al 800.000 jaar voor Christus. Ja. En als je dan bekende de Peking mens hebt, die leefden daar al van 500.000 jaar tot 200.000 jaar voor Christus. Het is onvoorstelbaar en een cultuur, zo geweldig. Ja. Maar het echte China vind ik, dat is het platteland, ja, ja. En dan toch ook nog wel in Beijing, Shanghai, noem alle grote steden, de goedongs die je daar hebt, dus de arme wijken. Mm-hmm. Dat is geweldig om daar doorheen te zwerven. Daar heb ik ook dagen doorheen gezworven. Maar een hoop armoe gezien. En getekend. Maar het is puur armoe. Ja. En dat is het platteland ook, ja. Behoorlijk wat ontbering, vooral kou. Ja? Ongelooflijk kou. In bergdorpen, ze hebben daar geen verwarming. Maar dat hebben ze ook in Shanghai niet, of in Beijing niet. In Beijing hebben ze het alleen. Mijn zoon die had daar op de campus een appartement. De verwarming gaat aan eind oktober, begin november. En die wordt weer uitgedaan. Ik dacht in begin maart, deze tijd. Ja. Ja, en dan is het verder kou leiden. Ja, hoe koud is het in de winter dan? Het kan in de winter heel koud zijn, tussen 5, 6, 7, 8 graden onder nul. En de bevolking die zit daar gewoon buiten te eten. Ja? Midden in de nacht. In de kou. 5, 6 graden, 7 graden onder nul. Wij zaten in bergdorpjes. En dan de oma kookte het eten. En we zaten in een soort houten huisje. Wat met zulke kieren in de ramen. Dus je had koud, dikke jasje aan, dikke sjaal om. De hele dag liep je daar en zat je daar ook.
En dan kregen we in de avond, als we dan een hapje aten, dan kregen we een soort kom, een stenen kom, onder mijn benen geschoven met wat hete kooltjes erin. Ja. En daar kon je dan eventjes aan warmen. Ja. Ja. Het Kastenberg is een van de mooiste gebieden in China, ja. En dat is het is zo fascinerend. Een pastoraal landschap en fascinerend landschap. En als je op die rivier vaart ook de Li, het is L-I, groene Li. Ja, ja, dat is zo'n belevenis. Ik zag een hele mooie... En die bergen, dat zijn ook van die punten, hè? Ja. Het is een heel apart berglandschap. Zien we ook in het Grootschap een aantal schilderijen van aquarellen. Ik zag een... aquarel met een vissersbootje. En daar zit ook een verhaal achter, want ze vissen daar met aalscholvers, heb ik begrepen. Ja, ze vissen daar met aalscholvers. En die aalscholvers, die vissers, die binden dus om die strot van de aalscholver een touwtje, dat ze niet kunnen slikken. En dan laten ze die aalscholvers dus het water induiken en die vangen een vis. Ja. Dan trekken ze hem naar binnen toe en dan halen ze de vis uit zijn bek vandaan. Ja, ja, want het liefst wil die aalscholver natuurlijk die vis opeten natuurlijk. Ja, ja? Uiteraard, ja. 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 Nee, dat is echt heel mooi. En ze varen dan op een soort bamboe, grote bamboe stengels, aan elkaar gebonden. En daar zitten ze dan op. En in de nacht hebben ze een lichtje voorop staan. Ja. Drie meisjes die daar... Die drie slapende meisjes, dat zijn meisjes die werken in een supermarkt. Het is noontime, dus ze kunnen intussen de middag eventjes een hapje uit het kommetje eten. En zodra ze klaar zijn, vallen die meisjes in slaap. Maar dat zie je door heel China heen. Overal zie je de mensen tussen de middag eventjes, hebben ze even de tijd, zie je slapen. Maar hoe komt dat? De Chinezen die werken keihard van 's morgens 7 tot 's avonds 10 soms. Komen doodmoe thuis. En dat is overal het geval in China. En dan 7 dagen in de week, de zondag kennen ze niet. 7 dagen in de week. Ja, 7 dagen in de week. Ja. Dus het is wel een werkzaam volkje, maar de druk is groot. Vonden mensen het leuk als u ze tekende? Ah, geweldig. Ja? Mensen waren vreselijk enthousiast. Ja? Het gebeurde ook dat je op een marktje stond en dan was ik daar aan het schetsen en er stond er gelijk... Natuurlijk 100 Chinezen om je heen, met je bars van de Chinezen. En ze trokken vaak soms de boeken uit mijn handen vandaan. En als het klaar was, dan klappen. Maar je had wel ook met de jeugd dat ze zeiden van, als hij bijvoorbeeld die oude mensen schilderde of tekende, van nee, zo laat je het ware China niet zien, zeiden ze dat? Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk ook heel veel contacten gehad via mijn zoon op de universiteit met de studenten. We gingen heel vaak uit eten, want een Chinees zal je nooit thuis uitnodigen. Altijd in een restaurantje. En dat is een feest, als je in China dus in een restaurantje gaat eten. En ze vonden het zo eigenaardig dat ik alleen maar het oude China, ik wilde gewoon het China wat verloren gaat, tekenen en schilderen. Maar dat vonden ze afschuwelijk. Ze konden dat niet begrijpen. Ze wilden dat ik het moderne China zou tekenen. Met al die wolkenkrabbers. De gigantische wolkenkrabbers en de dure auto's die er rijden. En want de Chinezen die denken alleen positief naar de toekomst. En niet, ze kijken niet terug. Nee. Onder andere de Mao-tijd, een nog gruwelijke tijd wat geweest is. Er zijn 16 miljoen mensen omgebracht. Ja. 16 miljoen, dat is heel Nederland. Wat wil ik zeggen? Die tijd is zo traumatisch voor de Chinezen dat zelfs ze willen er ten eerste nooit over praten. Maar de ouders die het meegemaakt hebben, zullen het ook niet aan hun kinderen vertellen. Dat is echt... Maar wat ik dan niet begrijp, waarom zien we dan altijd nog, bijvoorbeeld op het plein van de Hemelse Vrede, die afbeeldingen van Mao? Ja, maar dat begrijp ik dan niet. Maar die man heeft verschrikkelijk huis gehouden. Ja, dat is onbegrijpelijk. Maar waarom zien wij in Rusland... Nog steeds portretten van Stalin. En Stalin kan je vergelijken met Mao. Die heeft er ook miljoenen. Ja. Prachtige expositie van Joop van Egmond. Prachtige tekeningen, prachtige aquarellen. Dus in het Genootschap Oud-Rijnsburg op de Oude Vlietweg. Ga zeker kijken. Zeer de moeite waard.